Dit is Radio Pros. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het? Zeer goed, en mijzelf? Ja, gemakkelijker vonden de studio, ja. Hè. Ja, ik ben het, kom van de geburen. Dus, ja. Zeg, je hebt een boek uitgebracht over rock and roll en de wagens daar rond. De titel is Garage Rock. Gaat het over de geschiedenis van rock and roll of zo? In zekere zin. Het gaat over de rol die de auto heeft gespeeld in de rock and roll geschiedenis. Ja, ja. En wat mogen de mensen verwachten? Foto's, teksten? Van alles en nog wat. Het is een vrij lijvig boek. 2 kilo 200, meer dan 200, bijna 240 pagina's. Mm-hmm. En het zijn eigenlijk allemaal hoofdzakelijk korte verhalen, zoals gezegd, over welke auto's of hoe de auto een rol heeft gespeeld in de rock'n'roll geschiedenis. En het is geïllustreerd met foto's uiteraard, maar ook met exclusieve tekeningen gemaakt voor het boek zelf. Ja. Was de auto zo belangrijk in die tijd? Absoluut. Hè. Dus we spreken, het is vlak na de Tweede Wereldoorlog, dus de economie, vooral in Amerika, draaide op volle toeren en iedereen kon zich stilaan een auto veroorloven. Dus de auto werd een beetje een symbool voor vrijheid ook, vooral voor de jeugd. Ja. En ook de rock and roll is een zoektocht naar vrijheid en de auto speelt daar uiteraard zijn rol in. Ja, ik kan het mij zo een beetje voorstellen, maar in Amerika hele lange wagens, cabrio's. Was dat ook zo in België, in Europa? In België, ja, de Amerikaanse auto's waren hier ook populair, maar natuurlijk, ja, hier was het meer een voor de gehoede mensen, zullen we maar zeggen. Hè. Ja, maar, nee, maar er hebben hier ook wel van die Amerikaanse sleeën rondgereden, absoluut. Ja, er staan ook een hele grote lijst in met liedjes, rockliedjes. Vertel daar nog iets meer over. Wel, gaandeweg, ik heb 5 jaar aan het boek gewerkt. En gaandeweg, iedere song of ieder lied dat ik tegenkwam waar dat ergens een auto werd in vernoemd of een auto die in de videoclip komt, die heb ik allemaal opgelijst en dan uiteraard ook gezocht naar verhalen er rond. Ja. En zo ben ik bij een songlijst van ergens tussen de 650 en 700 songs gekomen. Ja. Zeg, Pieter, waar kunnen de mensen het boek verkrijgen? Waar kunnen ze het boek kopen? Ze kunnen het online bestellen bij de uitgeverij. Dat is www.waft.be. Ja. En ofwel contacteren ze mij. Dat kunnen ze doen via mijn e-mailadres. Dat is pieter@motorrijder.be. Ja. Ofwel telefonisch zelfs. En dat is op nummer 0497-477-981. Okay. Bedankt voor het interview en tot de volgende keer. Dank u wel. Voilà. Dit is Radio Pros.